Kunnen we ook iets van een researchcenter bouwen? We hebben nog iets weg, billboards. Oh. Oh, damn. Nou, doe maar één billboard plaatsen. Oh, een laboratorium. Kost 4000. Stroom, dat is niet veel. Wat hadden we hier? Oh ja, stroom en zo, hè. Dat kunnen we die source wel bijzetten. Nou, dat gaat natuurlijk sneller dan housing, dus laten we maar hier bij de housing bijzetten. Daar hebben we nog niet meer veel geld voor, 4000. Dan wachten we gewoon even. Check your inbox, oké. Nou, die hebben we nog geen. Laten we zo de power die kant inzetten, zodat we hier meer landing base kunnen bouwen. We hebben genoeg voor de research. Lab. Zo. Nou ja, we gaan dadelijk naar die specials kijken. Inbox. Science baby. Congratulations on your first research facility. You can use research points for... Please. Oh, twee stuk zelfs. Eén. Even kijken, hebben we er nog eentje? Nee. Hardworking gaan we wel pakken. Ja, hier hebben we er nog één. Haha, twee geniuses. Zo. Upkeep daar wel van meevallen. Kijken of we deze nog wat kunnen upgraden. Nee, dus tier 2 kunnen we niet betalen. Even sparen. Kunnen we deze dadelijk ook weg doen? Maar wel. In ieder geval wel een upgrade erop zetten natuurlijk. Dan krijgen we langzaam resource points binnen. Kan ik af en toe tenminste wat kopen. Fleet Bay. Air Hub. Ah. Might be slow, but gets job done. Een research facility. Ah, oké. Okay. Ik heb net mijn research pas gebouwd. Dan kan ik hier op oké drukken. Hallo? Uh-oh.
Oh, had dat dan gezegd? Kut, wat heb ik gepakt? Volgens mij de repair ding. Nee, de resource heb ik gepakt. Ja, oké, okay, whatever. Drone, het kost 8000. Oh, hebben we een marketing offer. $4000 op front en $4000 voor 3 maanden. Oh, doe maar. Dat is voor 1 billboard. Dan heb ik het billboard eigenlijk al terugverdiend. Dat was maar 5000 of zo. Wacht even. Waar stond jij onder billboard? Onder billboard. En zie je, kost 5000 in aanschaf, that's it. Nou, gaan we meteen een paar plaatsen. Dat is kut. Ik heb net mijn geld opgebrast aan billboards. $18000. Beauty check. Excellent. Doe maar. Maar die heeft een iets grotere range. Even kijken, hoe groot is dat ding? Dus kan mogelijk gewoon hier aan. Dan hebben we niet meer genoeg. 5000. Zo, dan zijn we weer excellent. We hebben een shield generator. Oh, lower upkeep. Dat is altijd goed. En dan weer sparen voor, wat is 19.000 of zo. Coca-Cola. High Cola. Een stuk lager, maar ik heb billboards over, dus laat maar komen. Ik ga eerst even doorsparen in 20.000. Dan zetten we daar toch met de security te kloten. Ik ga meteen even de repair doen.
En een marketingoffer. Eerst even repareren. Zip. Ik betaal alleen niet zoveel als dat die eerste betaalde, moet ik zeggen. Zo. Oh, Josh gaat ook steady. Dit crisis damage from radiation storm. Kijk, dat vind ik nou meteen een goeie. Is het waarschijnlijk ook goedkoper om te repareren. Friend requests. You, what have you noticed? Mechanic Doc heeft nog steeds geen profit gemaakt. Heel jaar niet. Die in ieder geval even upgraden. Zo. Die ook. Zijn schroeven wel op. Geen schroeven. Deze is schroeven. Bij all. Hop. Dat is 17. Ja, kunnen we er even vooruit. Billboards bij plaatsen voor nu. Ah, ik ga dat niet de laatste betalen. Nou wel. Dun. Zo. Een nieuwe marketing offer. Kijk, het horen we graag. 4000 en 4000 maandelijks. Komt u maar.
Money, money, money. It's a funny. In a rich man's world. Politiekan, ik ben excellent, dus. Toen hebben we kost 8000. Ja. Moet hierbij. Ja, doe maar. Stocks 15.000 en trading is 20.000. Oké. Nou, het gewoon stort. Dus ik kan of een combat drone kopen, of een mining drone, of rescue drone. Kost 8.500. Each hangar can only store one. Oké. Oh, die kost 5.000. En een mining, 6.500. Oh, we hebben nou toch 10.000, doen we meteen die. Dat is inderdaad een stuk minder. Dus die volgende 500 resource points gaan ook weer aan de reduction. Hebben we weer een offer gekregen. Dat niet. Nou, doe de offer maar vast accepteren. Dan hebben we wel genoeg op die perd. Kijken, niet zozeer opstreden, maar goed. Ja, sparen. Podcast Tower. Incubation Center. Oké. Moeten we kiezen? Ik heb nog geen alien investor gehad, dus ja. Incubation chamber, weet ik niet of dat heel slim is. Daar is een station. Dus kijken voor. Oh. High traffic junction points.
Ja, nou, knakte. Nou, maar een nieuwe jumpgate toegevoegd. Ja, doe maar. Er zijn volgens mij ook alweer wat dingen afgelopen. Nog een keer van Blue Sky, komt u maar. Die uitbreiden. Docking. Oh, die heeft toch gewoon echt twee plaatsen nodig. Ja, laten we die ook maar eentje doen, hè? Die hebben we nog geen. Moet ik ook twee werknemers inzetten. Ah. Oh, een teamplayer. Die hadden we nog eentje. Kijken we de zekerheid. Oh, doet hij niet? Waarom doet hij dat niet? Laten we die dan maar pakken. Zo, op. Oeh, dat is meteen inderdaad de grootte. Profit. Volgens mij hadden wij nou ook een. Waar moet level 8 voor zijn voor Fleet B? Dat zijn we toch? 8 plus staat er. Ah, oké, okay. Dat is gewoon een kans. Oké. Okay. Duidelijk. We hebben allemaal de broadcast tower. Dat maakt me nog niet heel erg bekom. Dit ook niet. Stock trading 15.000. Kan ik wel even kijken om die dadelijk. Wacht nou niet. Wacht op een beetje geld. Wacht, als we dat ook hier bij deze kant zetten. Oh.
Ik kan maximaal 100 stocks kopen. Vrij redelijk laag zo te zien. Heeft hoger gestaan. Oké, daar zullen we maar even mee wachten dat we geld hebben. Iron Trust, oh, die is helemaal onderuit gegaan. Laten we maar 66 kopen. Excellent. Ja, dat gaat wel weer lukken. Wat kost die? 121 en 15 stroom. Die is een stuk duurder. Hij is ook wel een stuk groter. Hier ook nog een laser op dieven. Dat zal ondertussen wel lukken, denk ik. 6000, echt stroom. Bam. En zijn weer excellent. Nou, gas erop. Ook meteen weer gerepareerd. Ik kan me de melding nog herinneren. Hoe hoger je duurt, hoe lager de kans op aanvallen. Zijn excellent, bam. Ja, doe maar. Ik kan nog wel weer kom maar. Even kijken. Niet genoeg. Oh wacht, ik mag maar 34 kopen, denk ik. Dat mag ik nu eens invullen.
Dan koop ik gewoon 33. Oh, natuurlijk dat stoksding. Nee, kan ik niet verhogen. En is dat... Dat is 100 in totaal. Och, nog. Dat schiet dus ook voor geen meter op. Oh, we hebben 1000 dingen. Radiation, op. Durability maar. Ook geen kwaad natuurlijk. Zo. We hebben nog een marketing offer. Accept. Oh. Plasma cannon. Huge range, slow rate of fire. Nou, doe de billboard maar. Even kijken. De billboard kunnen we weg doen. Was 18.000 of zoiets. Maar die mag sowieso niet aan de... Zullen we die daar weer plaatsen? Hoppakee. Wel flauw dat hij dat met een laag bedrag in die zet en niet in die, zo gezegd. Billboardje. Ja, wel duur, maar tot op heden leveren ze hun geld ook op. Het kost eigenlijk niks buiten de aanschaf. Een repair steeds. Weer een stoel hebben we gehad.
Ja. Door haar. Toch nog ruimte. Die maar. Niet dat we stroomtekort komen, maar. Dat fijn om wat extra te hebben. En zeker voor niks. Even kijken wat voor achievements hebben we nog meer hier. Marketing campaign, research everything. Wow. Build the second floor? Oh. Building destroyed. 100.000. 1000 electrical. En een stock with a profit. Ik denk dat we dat ondertussen wel kunnen. Trading center maar bouwen. Oh, die is twee groot zelfs. Drie groot zelfs. Damn. Oef. Nou, dat was met dik verdiend geld al meteen weer weg. Drone hier bouwen. Doe maar rescue. Wil ik 10 screws? 1890. Ik weet niet wat screws kosten trouwens. Hij heeft er geen.
Café 1 voor 7000 in een maand. Nou, dat is meer dan dat wat ik momenteel verdien, dus doe maar. Wat kost de schroeven? Is geen schroeven. Offer gekregen. Zo, doe ook maar meteen. Moet even wachten. Een paar is al in gebruik. Nee, dat is het café. Oh, crap. Wat kost de schroeven? 120 per stuk, zo te zien. Dus dan maak ik verlies op die missie waarschijnlijk. En dan ook schip op of wat? Even de zee uit. Je hebt toch niet nodig op het moment. Koop maar 54 units, hoppakee. Hey, die rij, hallo, wat speel jij nu weer? Hey Falcons. Space Station Tycoon. Zijn we aan het spelen. En dat is een tycoon game waarbij jij een space station runt, zo gezegd. Verkoopbeheer, hop. Zo'n station mode detect bubble isles of bad guys. Oh, fijn. Doe maar een luxurious dock om te beginnen. Mm-hmm.
Oh ja, Sherry's dak. Wat hebben we daarvoor nodig? 15.000. Oh, hij is niet groot. Nou, laten we die dan maar eentje bouwen meteen. Teamplayer, dat is altijd goed. Upgrade 220. Docking fee. Watch. Had ik niet omhoog gegooid. Zacht hier gaan hebben. Wat doet cheaper nou een keer? Nog een beetje bovenop, hè? Ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta. Eens kijken of dat nog steeds zo is. Hier is center staking damage and is vulnerable to space discussion. Make sure it's operating. Ah. Okay. Dan zo. Oef, strooit land op mijn isoslab. It's too cheap. Ik heb er 400 van. Kom maar, nou die natuurlijk twee keer geupgraded hebben. Oh, die kan ook nog wel omhoog gooien. En misschien ook wat veel prijs omhoog knallen. Niet zo lang hoeft te wachten om te tanken. Ik betaal ze ook wel vol. Nog een offer? Nee, vendor quest. Zo.
Kijk. Eerst met deze beginnen. Connect. Noise can only be 5 hexagons apart. Ah. Dan moeten we er eentje tussenin bouwen, hè? Is het? Even een jump gateje bij en bouwen. Oh ja, het was Unreal Engine 4 ook, hè. En dus 5 is nu niet heel veel anders wat dat betreft. Ondertussen gewoon weer verder ontwikkeld. Een beetje alles staan op het moment. Docking fee is too cheap. Nou, dan gooien we nog verder omhoog. Ah, you've reached the corridor limit. Ew, just needs to turn a lip lens out. Nou, luxurious and luxurious. Ook wel hier wat aan moeten passen, die weg, daar meteen. Hier in de plaats. Generation, die kunnen we wel eentje huren. More efficiency, cheerful. Zou hier zetten één van die, twee van die en één van die. Oh, dan zet hij alles daar naartoe. Dat was niet de bedoeling. 535. Serious docs. Dan even weer gaan kijken voor wat extra security.
Zo, kijk, dan staan we al positief, dat is mooi. We hebben nog 4 spots. Dat is allemaal niks. Kijk, die willen we. Meteen assignen. Unlimited power. Oh ja, niet unlimited. We hebben gewoon 1000. Maakt mij niet uit. Wauw, steeds hetgene wat ik niet moet hebben. Ah, daar is hij toch. Dan moeten we straks kijken of we die 4 power units die we aan deze kant hebben zitten naar die andere arm kunnen zetten. Docking fee is too low. Nou, maken we er 600 van. Zink, hop. Dan zijn we meteen allemaal op 600. Moeten we nog eentje hebben? Oh, maar niet doen. We hebben alle 3 de drones in ieder geval. 1 keer. Een dokje is nog steeds too cheap. We gaan gewoon wat harder omhoog. 750, hoppakee. We hebben too many landing. Oké. Consider expanding the jump gate network. Dat hebben we net al gedaan. Dus zijn we daarmee bezig. Maar we hebben trouwens ook geen cash voor op het moment. Maar. Fuel prices are too cheap. Oké. Nou, moeten we excellent worden. In security. Hier nog eens even aan dingen doen. Skip bot. Ook. Ja, we zijn excellent op dit moment. En gas erop. Kijken of dat hij nog steeds blijft zeuren dat het too cheap is. Plasma cannon maar.
mooi als dingen gebruiken, als security. Zo, vier plasma cannon erbij. En dat heeft daar al geholpen. We hebben geen damage. En dan landing facilities. Ja, dat geloof ik wel. Ik moet toch even wachten tot het al. Cash shit. Nou, we hebben. Dit kunnen we nog even kijken. Dat is een nieuw page door je inventory. Profit. Zo gaat het goed. Niet genoeg research point. Niet erg. Hop. Nou, we hebben eens weer cash. Zo, die destrooien, dan zetten we hier wel een echte neer. Nu. Er zit al een jump gate bij. Higher quality, oké. Okay. Oh wacht, ik heb geen grote billboards meer, dat zal het hem zijn. Yep. Dan kunnen we die laatste ook meteen even doen. Billboard ook weer compleet. 4000, dat vind ik nog beter. Nou, we hebben nou in ieder geval een steady income en het is allemaal een beetje
Zoals het moet zijn. Nou, kijk, ze zijn al mijn billboards bezet. Aha! Ik ga een beetje op 7:15. Kom, nog één tikje, dan kunnen we deze nu even researchen. Hier een 70 modules, kost 14.000. Ah, dat valt allemaal mee. Nieuws qua blueprint, maar het zal wel. Blijven we over die jumpgate aan het zeuren. Wat nu als ik... Zo, die daarin. Ik neem aan dat dan ook voor mij geldt. En dat we dan hier nog zo'n prototype neerkwakken. Dan moeten er ook meer door de jumpgates kunnen, lijkt me. En nou komen we tekort. Dat dacht ik al. Destroy. Komen we nou stroom tekort? Ja, best wel wat geld. Gaan we meteen even dit uitbreiden totdat we niet meer kunnen. Corridor limit. Jou gaan we ook weg doen. Zo, gaan we jou weer neerzetten. Hoe ver kom jij? Met daar. Daar neerzetten, dan zitten we redelijk goed. Zo, bouwen we meteen even vier van die. Dan mag die weer terug in. Oké.
geen iron meer. Oké. Hardworkings, oké, dan zetten we die er gewoon op, ook niet erg. Zo. Hier kan ik alleen geen van drie neerzetten, maar hier is nog niemand geweest, hè? Die gewoon weg. Gaan we eens even kijken wat kost dat ding van 3. 12,50. Daar hebben we genoeg geld voor. Hop, inbouwen. Ah, interesting. Ja, redden we het net. Het geld is ook bijna op. Mooi. Oh, mijn landing facilities kunnen nou nog ineens niet meer aan. Een verrassing. Oh, we hebben nog excellent security, dus daar is ook niks mis mee. Hey, you have passed the police inspection. Ik zal het iets langzamer zetten. Bij de nou van alles 4. Wel een goede. Een ton heb. Doe zelfs een event sponsoren. All system, hoppakee. Kijk, om ijzeren schroeven te gaan kopen. Die heeft ijzer. Maar die had er ook maar eentje. Dat schroef ik niet op dus. Dat moeten we hebben. Hop. Oké.
Nee. Ik ga dat op zink. Ze willen nog allemaal te veel. Nee. 5, 0. Dank u. Zijn die nog steeds te duur of... Nou, eens kijken of dat die melding nog terugkomt nu. Daar komt wel eens veel culpa. Docking 4, hangar 3, oké. Okay. 3, 2, 5, denk ik. Dit, nou, dan gaat hij maar weer terug naar 300. Duri. We kunnen wel van alle drie de capacity kijken om die te upgraden. Oh, dat gaat niet met allemaal lukken. Zes per keer in. Dat ziet er een beetje raar uit. Zo. Dat is bijna 10 uur. Dan gaat deze jongen ermee stoppen voor vandaag. Ze druk zat geweest de afgelopen dagen. Een beetje op tijd stoppen en op tijd slapie doen.